service, tafel 11. Welkom bij Cuisine Science, de podcast waarin professionele gastronomie, ambacht en innovatie samenkomen in een smaakvolle reis door de culinaire wereld. Gastheer Hao Liu nodigt je uit om mee te gaan op een ontdekkingsreis waarin we de grenzen van de horeca verkennen en ons verdiepen in de dynamische relatie tussen traditie en vernieuwing. Deze week had ik een leuk gesprek met oud-collegegenoot en personal chef Hans van Mierlo over zijn gastronomieopleiding in de jaren 80, zijn loopbaanverleden en huidige werk als chef voor bekende Nederlanders. Veel luisterplezier. Hoe lang kook jij nou al? Ik kook eigenlijk al vanaf mijn 12e, zullen we zeggen. Ja, je hebt net zoals ik een klassieke gastronomieopleiding gevolgd in Breda en in Zwitserland gezeten, verschillende restaurants gewerkt. Hoe ben je nou uiteindelijk personal chef geworden? Nou, voor een cateringbedrijf zoeken ze iemand op het hoofdbureau van politie in Amsterdam om daar te gaan koken. Op een gegeven moment kwamen er ook gasten. Ja. Noord-Holland, de hoofdcommissaris. En ja, die kregen dan een lunch aangeboden. Ja, ja. En dat was dan meestal een zeetong. Want ja, dat was het lievelingsgerecht van Erik Noord-Holland. En ja, dat verzorgde ik dan ook. En ja, vanuit ja, maakte het ook leuk. Want dan had je niet inderdaad alleen maar je kantinewerk, maar ook af en toe een leuk dinertje of lunch. Voor de politie heb ik ongeveer ook een jaar of 7-8 gewerkt. Want daar heb je dus ook voor BN'ers gekookt, hè? Daar heb ik de eerste BN'ers, de eerste ministers in Den Haag om daar. Maar op een gegeven moment is Sam Rusty in Nederland ondergedoken. Want ja, die was vatbaar over hem uitgesproken. Satanic Versions, het boek destijds werd uitgebracht en waar het moslimland natuurlijk over viel. Nou, dus toen was hij in Nederland, heeft hij ondergedoken gezeten, de ambtswoning van de burgemeester, Ed van Tijn op dat moment. Toen, ja, die man moest ook eten. Nou, toen werd er een keer een dinertje verzorgd. Erik Noord-Holland heeft toen, ja, dat kan Hans toch wel doen. Want die man die werd zo beveiligd, dat wil je niet weten. Ja. Dus op een avond moest ik daar wat gaan koken. Ik neem mijn spulletjes mee en ik begin. En op een gegeven moment een frituurtje wil ik aanzetten. Want ja, er moesten garnalenkroketjes komen. En ik steek een stekker in. En toen moest iedereen dus ineens plat op de grond gaan liggen. Want? De stoppen sloegen uit. Oké. Okay. Er was geen stroom meer. En waardoor dat kwam, dat wist toen niemand. Dus iedereen moest gaan liggen. En heb ik heel mijn vingertje opgestoken van, ik denk dat ik weet wat er aan de hand is. Ja, hoezo? Ik zeg nou, ik heb net de stekker erin gestopt. En ja, dat zijn leuke dingen om dan mee te maken. Ja, ook bijvoorbeeld dat er niks ernstigs gebeurd is. Maar dat gewoon eigenlijk, daar kan ik me wat bij voorstellen, ja. Een kennis die ik had, die werkte voor een kleine private bank op de Herengracht. En daar zochten ze een kok om voor de directie en voor de gasten van de bank te koken. Dus het was eigenlijk precies ongeveer hetzelfde voortzet als dat ik al gedaan had. Alleen bij de politie, ja. Was het hier, dat was geen budget. Oké, geen budget in de zin van, alles er is niks. Nee, maar net aan het tegenovergestelde, alles kon. Alles kon. Oké, nou dat is altijd toch wel prettig. De klanten van de bank, die werden gewoon eens per jaar uitgenodigd om hun portefeuille door te nemen. Ja. Wat is dan het meest wat je bijblijft bij die bankenomgeving? Wat springt daar nou uit dan? Je was vrij, ik kon alles. Ik kon bonbons maken, ik kon met de gekste producten kon ik werken. En af en toe waren er leuke activiteiten. En dan de bank die nodigde de mensen uit om over kunst te komen praten. En dan hadden ze thema's. De ene keer was het Keith Haring en de volgende keer was het Mondriaan. Nou, oh, daar weten we wel wat leuks op. Er kwamen er weer leuke toetjes tevoorschijn met de primaire kleuren en de poppetjes van Keith Haring. Keith Haring. Heb je dan vanuit die route ook, ben je richting het Koninklijk Huis gegaan? Is dat vanuit die positie, is dat gebeurd? Soms kookten we bij klanten van de bank daar. Ik had daar intussen bijna 10 jaar gewerkt. Je moest weer even iets. Ik kreeg een leuk bedrag mee. En ja, wat nu? Ja. Nou, toen is het idee ontstaan om private chef te worden. Ja. Of bij mensen en bedrijven op locatie te gaan koken.
Ja. Ik had al dus wat aantal klanten vanuit de bank. Mm-hmm. En daar was dus één klant waar dus Toet, waaronder Den Haag, ja, politici, grote industriëlen, het Koningshuis, de gast was. En daaruit is mijn netwerk dus nog groter geworden. Sindsdien kook ik dus voor mensen thuis in opdracht. Jij wordt geboekt. Loop maar eens mee door zo'n dag en door die dagen heen. Want, iemand belt jou op en die zegt van, joh, ik heb een etentje voor x personen. Praat er niet over een nieuwe klant, want je hebt al een keer verteld, die moet een intake hebben. En terecht, hè, want je wil eerst een beetje weten van wat heb ik nou voor. Precies. Ja, wat ga je doen? Hoe pak je dat aan? Mocht een klant bellen, ik heb informatie nodig, hoeveel personen. Van daaruit maak ik een voorstel. 2 menu's lever ik aan en die stuur ik naar de klant op. En die gaat dat rustig bekijken. Nou, dan weet ik wat ik moet gaan doen. Als er wijn bij is, dan ga ik de wijn inkopen. Zorg dat ik die in huis heb. Op een gegeven moment ga ik de bestellingen plaatsen. 3 dagen voordat het event gaat plaatsvinden, begin ik. Ik begin vaak met bonbons maken. Intussen komen de leveranciers naar me toe. Ik haal ook vaak dingen zelf op. Producten bekijken vind ik namelijk een van de belangrijkste dingen. Andere groenteboer gevonden, die zat wel helemaal in Barendrecht. Maar daar heb ik nu zo'n goede relatie mee. Mm. Die vertrouw ik. Daar plaats ik een bestelling. Wie is dat? Dat is Rungus. Ja. Rungus is gewoon een horeca-groothandel. De betere restaurants die bestellen daar spullen. Ik zeg altijd, de ingrediënten maar zijn niet de kosten van een diner als je mij inhuurt. Ja. Dat is de tijd die ik ermee bezig ben. Ja. Maar over het algemeen ben jij zeker wel een dag of 3-4 ben jij echt bezig met? Met een opdracht van 10 personen, zeg ik allemaal gemiddeld, ben ik minimaal 3,5 dag mee bezig. Echt mee bezig, ja. Dan is het 's morgens dus alles klaarzetten, inpakken. En dan ga ik rond 1:00 of 3:00, zeg maar, als het eten rond 7:00 is, ga ik rond 1:00 of 3:00 richting klant. En dan is het daar uitpakken, alles klaarzetten, tafeldekken. Dus je doet echt ook gewoon letterlijk alles. En dan doe je eventueel dan ook als er staf aanwezig is, werk je daarmee samen? Daar werk ik gewoon mee samen. Maar ook zonder. Hè? Kan me ook voorstellen dat mensen zeggen van, joh, Hans, kom ik gezellig kopen. Wij zijn gewoon vermogend, maar we hebben geen staf. Dus. En dan kom ik en dan doe ik echt al. Ik doe alles. Ja. Dan op een gegeven moment, zeg maar rond 6:30, 7:30 komen de eerste gasten binnen. Dan krijgen ze een eerste drankje en een hapje. En dan op een gegeven moment zijn alle gasten binnen. En dan heb ik intussen met de gastheer al contact gehad. De gastheer, de mensen aan tafel uit. Dan ga ik beginnen met water schenken, het brood op tafel, een glaasje champagne als eerste. Mm. Dan krijg ik zo'n muses aan tafel. Dan gaat alles lopen. Ik bedien dus, haal het uit. Ga de volgende gang weer bereiden. Ik heb intussen wel alles al klaarstaan. Tuurlijk, gewoon geregeld. Zelfs visbakken doe ik nooit op een locatie. Dat doe ik altijd thuis in mijn voorbereidingskeuken. Het ga ik niet altijd even. Nee, het heftig in een keuken. Kijk, soms die mensen wilden verse coquilles in de schelp. Mm. Prima, kan ik verregelen. Ja, maar wil je die dan wel op een locatie openmaken? Dat had ik dus beter niet kunnen doen. Want? Mijn leverancier had me een beetje genaaid, zullen we maar zeggen. Ja, dat komt dus wel eens voor. Ik had er voor 10 personen, ik had het 12 besteld. Dus ik zie er goed uit. Dus ik kom op locatie. Nou, 8 van de 12 zijn gewoon bedorven. Ja, wat doe je dan op dat moment? Me diep en diep schamen. En want dat komt dus bij iedereen voor. Hè? Ik bedoel, laten we eerlijk wezen. Je kan gewoon wel eens een keer een fout product per ongeluk in je handen krijgen en dat niet 1, 2, 3 door. Nee, dat kan gebeuren. Dus dan is het passen en meten. En dan, sorry, deze gang gaat helaas niet door. Ja, oké, dan ben je gewoon heel, heel direct en eerlijk open. Ja, wat moet je anders? Ja, ik kan niet, je gaat geen bedorven producten bij je op tafel zetten. Ik heb geen keuken achter me staan waar je iets anders hebt. Nee. Ik moet wel vaak heel goed letten over wat ik meeneem. Maar dat is ook een leerproces. Hè? Ja. De volgende keer ga ik dit dus niet meer doen. Nee. Het is heel leuk, maar vertrouw me maar. Ze zijn vers. Ik heb ze thuis vanochtend opengemaakt. Ja. Ja. Ja, dat is inderdaad wat je zegt, dus dat leerproces. Als je nu gaat kijken naar het menu zelf. Stel nou dat iemand zegt van, joh, ik wil een hoeveel gangen menu? Zeg jij van, nou, dit vind ik wel een beetje het maximale wat ik wil doen. Het meest gangbaar, meest gangbaar is een 5 gangen diner. Kijk, er zijn er ook, ik heb 1 klant die wil altijd 10 gangetjes, kleine hapjes. Dat maak ik ook, probleem. Maar
Maar het is wel een stuk bewerkelijker, kan ik me voorstellen. Ja, het is dubbel zoveel werk. Maar ja, ik ben maar goed, uiteindelijk zit er ook een prijskaartje aan. Daar zit een prijskaartje aan. Nu we het over die prijs hebben, hè? Als jij nou ingehuurd wordt, waar moeten mensen dan aan denken? 10 personen, 5 gangen diner. Tussen de 100 en 125 euro pp. Ja, nou, dat eet je eigenlijk in een fatsoenlijk goed restaurant. Kwijt. Ja, ben je dat ook kwijt. Dus zo extreem is dat ook, hè? Ook weer niet. Nee, een aantal van mijn vaste klanten die hebben een eigen wijnkelder. Ja. Dus die doen zelf, die zetten de wijn klaar die ik moet schenken. Ja. Maakt geen enkel probleem. Dat doe ik gewoon. Alleen zit er dan een klein bedrag kurkgeld, noem ik dat altijd. Want ja, ik heb er wel werk aan. Ja, je moet het wel verzorgen. Ik moet het wel verzorgen. Is dat dan, decanteer jij die wijnen ook allemaal? Ja. Een klant die staat heel, die is, heeft mij dan al geïnteresseerd van ja, je moet hem 2-3 uur van tevoren al openmaken. Ja. En rustig even laten staan. Dat is allemaal een samenspel met de gastheer. Als ik de wijn mag verzorgen, doe ik dat dolgraag. En ja, dan kunnen ze het zo gek maken als ze zelf willen. Neem je zelf ook wel eens een lekker slokje, gewoon even lekker proeven? Ik proef altijd zelf de wijn. Zelfs de wijnen van het huis, die proef ik altijd. Want ik wil weten of de combinatie, ja, dat wel overheen komt. Ja. Want ja, kan het echt niet, dan vertel ik dat ook. En dan, ja, dan komt dat wel eens voor, ja? Dat komt wel eens voor. Want ja, dan is de saus is romig. En ja, als de wijn heel fruitig en licht is, ja, dat is een. Kijk, als je een romige saus hebt, dan moet je daar een Chardonnay of iets tegen gooien om. Ja, die body te hebben, ja, die ook past. Ja, het moet passen. Als je nou. Kijk, wij zijn toch een beetje van de oude stempel. We hebben de klassieke Franse keuken hebben we natuurlijk gehad. Escoffier, Paul Bocuse, daar zijn wij natuurlijk in opgeleid, et cetera. Hoe zie jij die ambacht nog? Hoe ver die zit er jij nog steeds in bij mij. Maar die komt er dus ook heel goed van pas. Maar ik vind het ook leuk om de moderne technieken nu toe te passen. Zoals? De schuimpjes, de boelie-achtige dingen, zomaar iets. Iets maken wat het eigenlijk niet is. Tomaat dus in de vorm dus van een aardbei. Dat ze, ja. Hè, kijk, als je gaat kijken naar wat je vaak ziet. Hè, dus de innovatie. Waar vind jij die terug? Waarin zie jij nou van, hé, maar wacht even. Dat vind ik leuk. Wat zijn jouw inspiratiebronnen? Inspiratiebronnen zijn gewoon lectuur. Ja. Boeken die worden uitgegeven door chefs en dat soort dingen. Maar ook regelmatig zelf gaan eten. Je gaat dus regelmatig ook lekker. Nee, ik ga een goed restaurant. Ik ga regelmatig naar een goed restaurant om ideetjes eruit te plukken. Dus je bent net zo. Maar als dan meestal elementen. Hè? Niet een heel gerecht kopiëren. Maar gewoon ideeën. En oh ja, dat is ook leuk. En dan neem je daar gewoon een fragment van. En dan voeg je zelf weer wat andere componenten aan. Je combineert dus de kennis die je dan ziet. En ik maak geen replica's. Dat is niet jouw ding. Nee, maar gewoon ideeën van, oh ja, dat is een goede combinatie. Laatst had ik dus een mooi stukje vis. En dat was de regen met de paling. Ongeladeerd. Het is het vet in de vis brengen. Het is, de vis blijft er wel smeuig en zachter door. Dus, en je hebt de smaak van de paling. Het rokerige. Ja, dat zijn dan weer ideeën. Dat komt binnenkort echt wel bij mij op een menu te staan. Oh ja? Ja, ik weet al bij wie. Dus je blijft daarin vernieuwen. Als jij nu gaat kijken naar de huidige chefs. Hè, en je hebt er net al gezegd. El Bulli was natuurlijk een 10 jaar geleden enorm in de picture. Hè. Noma is dat. Noma is dat. Nu op dit moment hebben we Disfrutra. Ja. Dus ja, ik vind het ook leuk om bij jonge, nieuwe dingen. Toen, in die periode, dan praten we nu over 5-6 jaar geleden. Mm-hmm. Toen was El Bulli was wel eens weg. Ja. Er waren nog wel zusterrestaurants die bestonden. Maar ja, dan ga ik toch op zoek van, oh ja, die heeft daar wel ooit gewerkt en die wil toch ook die kant op. En dan ga ik daar heen. Dus die ambacht en versus nieuwe technieken,
Wat je nu ziet in de afgelopen decennia's is de enorme opkomst van de industrie geweest. Met betrekking tot, nou, wij kunnen wel jou ook een... wij kunnen jou de demi-glace ook leveren. Hoe zie jij dat? Nee, die komt er bij mij niet in. Nee. Gewoon heel klassiek. Bij mij komen gewoon de kalsbotten binnen en ik maak zelf mijn front. Ja. De basis maak ik zelf. Ook de demi-glace? Ja. De saus Hollandaise, dus... Alles. De remoulade? Geen pakjes. Geen pakjes? Ja, een pakje boter. Een pakje boter. Een pakje boter. En een pak room. Maar geen half fabrikaten en dat soort dingen. Het komt er bij mij niet in. Nee. Ook, maar daar heb je natuurlijk wel mee gewerkt vroeger. Daar heb ik mee gewerkt. Toen ik voor de politie werkte. Maar ook voor in militair. Want ik denk uiteindelijk gewoon dat je er niet aan ontkomt als je echt voor de massa moet gaan koken. Of wel? Het kan, maar het is wel arbeidsintensief. Maar het kan wel. Dan komt het kostenplaatje weer om de hoek kijken. Ja, precies. Daar erger ik me ontzettend aan. In Nederland moet alles zo goedkoop mogelijk. Mm-hmm. Jongens, betaal een paar euro meer. Ja. En neem kwaliteit. Dan een plofkip. Ja. Het is niet hetzelfde. Nee, het is niet hetzelfde. Ook qua smaak. Eet dan maar één keer in de week een goed stuk. Ja, een goed stuk iets. Maar jongens, kwaliteit. Als je nu gaat kijken, we hebben het even kort aangestipt. Wat mij blijft hangen is, als je nu naar Nederlandse chefs gaat kijken. Hè, wat vind jij nou, kan je denken, hey, wacht even, die gast of die meneer, die is goed bezig. Heb jij iemand in gedachten waarvan je zegt, nou, daar zou je eens op moeten letten? Op dit moment, jongen, ja, Lars heb je op dit moment in Amsterdam. Mm-hmm. Die jongen, die probeert maar... Het is op dit moment zo moeilijk om een goed draaiend bedrijf op te zetten. Het grootste probleem is op dit moment personeel. Daar is geen interesse meer in de jongeren op dit moment om het horeca in te gaan. Waar ligt dat aan, denk je? We willen allemaal advocaat, weet ik wat allemaal worden, denk ik. Terwijl het op dit moment zo barmelijk slecht is in de Nederland. Dan gaan we een heel andere kant op misschien. Maar in onderwijs, daar wordt zo slechte kwaliteit afgeleverd. Is het anders dan het onderwijs die wij hebben gehad? Ik denk het wel. De gastronomieopleiding die wij hebben gehad? Die is veel anders dan op dit moment. Dat is mijn mening. Hoor. Waar baseer je die op? In die zin van, komen ze met voorbeelden? Ja. Gewoon de basis. Ik mis gewoon al de basis. Het is zo erg. Mensen weten vaak al niet waar een product vandaan komt. Ja. Dat bestel je. Dan gaan we weer richting de hal. Dat bestel je toch kant en... Nee, leer het nou eens gewoon eerst zelf te maken. Mm-hmm. Dan kun je altijd nog wel teruggrijpen op... Een pakje waar je het alleen maar water bij hoeft te gooien. Maar weet wat het is. Ja, weet wat het is. Dus de ware kennis. En de techniek die er... Die nodig is om het te krijgen. Ja. Te maken. Je had het net al over Hollandaise. Ja, het is heel makkelijk om een pakje en wat water en kloppen en het is klaar. Maar zo werkt het niet. Nou ja, sterker nog. Kijk, ik kan mij een knor saus Hollandaise herinneren die in een kidde gedaan wordt. Waar patroon in gedaan wordt. Die in een bain-marie wordt gelegd. En je hebt nagenoeg hetzelfde. Ja. Wauw. Ik bedoel, de techniek. De engineering. Hè, iemand heeft dit product bedacht vanuit de industrie. En het ligt toch redelijk dicht bij datgene wat als jij met hand aan het kloppen bent. Precies. Ander voorbeeld is roekeroos. Voor het binden van sausen. Ja, 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 vroeger stond je boter te smelten. Een uitje misschien er nog bij. Fruiten. Ja, ja. Nou, als je een bruine roe wilde, dan moest je... Langer doorroepen en het vuur wat hoger zetten. En dan de bloemen bij. En dan had je een roetje. En dan moest dan eerst staan ze koude vloeistof bij. Ja. Want dat loste dan beter op. Ja. Nee, tegenwoordig pakken ze een pak...
En strooien ze er wat korrels in. En dan moet je nog wel misschien afwegen hoeveel. Want je hebt zoveel liter. Dan moet er zoveel gram korrels in. Maar ja, dat is wel. Het zijn wel makkelijkere dingen. Maar weet hoe dat het werkt en hoe het gemaakt is. Hoe het origineel in de ambacht gebeurt. Kijk, die roekorrels zijn in principe. Daar worden dezelfde dingen voor gebruikt. Aqua ingrediënten. Want ja, maar alleen het wordt op een gegeven moment gevriesdroogd. Is dat geloof ik om het makkelijker oplosbaar te maken. Maar weet hoe dat de basis is. De ware, net als je zegt, ware kennis. Dat mis ik. Maar goed, wij wisten dat natuurlijk ook niet direct van school af. Ik kan me herinneren dat wij ware kennis kregen van een Hildrink of van een Vos. De heer Hildrink Vos of een Angevaren of Van Gogh. En dat we ook af en toe natuurlijk wel eens nog met onze oren stonden te flapperen van, hé jongens, waar hebben we het nou over? En daar komt naast ook nog eens bij, denk ik, is dat de ingrediënten die wij in de jaren 80 tot ons hadden, zich anders verhouden dan wat het nu is. Als je gaat kijken hoeveel ingrediënten we op dit moment op de markt te verkrijgen zijn, dat is bizar. Het is ook bizar, maar het is ook eigenlijk niet realistisch. Mm-hmm. Waarom moet je midden in de winter verse spersiebonen hebben? De consument vraagt erom. Dan gaan we ze halen in Ethiopië of weet ik wat. Ja, ik vind het allemaal prima. Maar het is niet het product wat op dat moment ook top is. Gewoon een beetje met de seizoenen meelen. Dat is er vaak ook niet meer. We moeten heel het jaar door aardbeien. Ja, jongens. Waarom? Die aardbeien zijn echt niet lekker hoor. Je kunt ze wel heel ver ergens vandaan halen. Denk jij dat als je gaat kijken naar de internationale keukens. Dus er komt heel veel nu, de afgelopen decennia's, is er enorme toevoer gekomen van nieuwe ingrediënten. We hebben door de globalisering, mensen zijn meer gaan reizen, internet is daar bovenop gekomen, we hebben meer te spenderen. Daardoor zijn de ingrediënten die vanuit Azië, vanuit Zuid-Amerika, Afrika, zijn natuurlijk toegenomen in onze mogelijkheden. Merk je dat? Nou ja, alles gaat inderdaad sneller. Als je het op een boot laat komen ergens vandaan, nou is gemiddeld 6 weken, duurt het dan. Voordat er bananen hier zijn en avocados. Maar ja, daar vliegen we. En ja, een kistje mango's past ook in een vliegtuig. Maar merk jij nou dat je door die ingrediënten anders bent gaan koken? Ja, natuurlijk. Aan de ene kant is het leuk dat je allerlei aparte dingen hier kunt krijgen. Neem wasabi. En de meeste mensen weten nog niet eens wat het is. Denk, oh, dat is dat tubetje wat je in de winkel koopt, waar wasabi op staat. Nou, 99% is geen wasabi wat erin zit. Dus gewoon zo, het is gewoon rittig. En dat wordt gekleurd en dat soort dingen. Nee, een echte wasabi. Is een wortel. Is een wortel. Oorspronkelijk uit Japan, in de buurt van Fuji. Op een gegeven moment zijn er wel kwekers, nu ook. Daar zit nu een kwekerij in Engeland. En in het Westland is nu ook iemand bezig. Om dat hier te proberen te telen. En het gaat ook lukken. En dat zijn dan ook weer leuke dingen. Een ander voor Copperquest. Wel bekend voor de horeca mensen. Ja, Rob Baan. Die is op dit moment druk bezig met het produceren van vanille. Het is hetzelfde product. De meeste vanille die je koopt in de winkel, dat is geen vanille. Dat is een chemisch proces. Maar een echte vanilleboom, het is een soort orchidee. Mm. Ja, dat is een vrij moeilijk product om te kweken. Maar dat wordt wel gebracht. En dat zijn dan, vind ik ook weer leuke dingen om mee te werken. En ik heb dan ook af en toe de mogelijkheid om dat te doen. Omdat ik daar ook klanten voor heb waar ik dat kan. Want ja, daar hangt een prijskaartje. Als je nu gaat kijken naar, nou, we hebben de ingrediënten heb ik gehad. Maar als je nu gaat kijken naar jouw werkmateriaal. Wat buiten natuurlijk je palet die je meeneemt, de koksmessen, apparaten. Zijn er nou nog apparaten waarvan je zegt, daar kan ik echt niet buiten. Ik zie daar prachtig zijn machines staan. Je ziet een mooie Berkel staan. Een ijsmachine staat. Er staat een Pacojet. Er staat een gewone Magimix. Ja, dat zijn allemaal toch wel dingen die. Maar heb jij nu ook Thermomix? Ja, een nieuwe trend is het dan niet meer, maar zo'n Thermomix? Daar ben ik nog niet aan toe. Daar heb ik nog niet gedaan. Maar wat we dus ook hebben is gewoon vacuüm.
En gewoon sofieten koken. Ja, dat is allemaal op goede de juiste temperatuur. Langzaam. Langzaam, rustig. Slow cooking. En dat zijn ook toepasbaar in mijn manier van koken. Mm-hmm. Want het zit gewoon in zakjes. En dat is lekker makkelijk om je te regenereren op de locatie. Dus het heeft ook voor mij voordelen. Dus en behoud van smaak. En behoud van smaak. Je hebt dus... Je neemt gewoon je messenset neem je mee. Alle potten, pannen, alles wat ik nodig heb. Zelfs als mensen willen dat ik op locatie ijs draai, dan gaat de ijsmachine mee. Dat gebeurt soms, niet altijd. Maar ja, dat zijn ook leuke dingen om te doen. Verwacht jij dat kijk, we hebben wat in de maatschappij natuurlijk een enorme grote rol speelt, is nu artificial intelligence, AI. Hoe kijk jij nu naar food pairing? In welke zin? Dus als je gaat kijken dat artificial intelligence dus heel goed kan kijken wat een ingrediënt in kan houden, die uiteindelijk een combinatie maakt waar wij in eerste instantie nog niet aan hebben gedacht. Je hebt het bekende bedrijf in België, Food Pairing. Mm-hmm. Zij maken combinaties waarvan je denkt van, wacht even, dat zou heel goed met elkaar kunnen passen, omdat de smaakpatronen overeenkomen met die combinaties. Dus vanuit dat perspectief was mijn vraag dus ook van, joh, als je nog gaat kijken naar artificial intelligence, die eigenlijk alleen maar data op data leggen en daarin patronen in ontdekken waarvan combinaties gemaakt kunnen worden die wij nog niet zo direct hebben kunnen bedenken. Hoe zie je dat in dat stukje waar jij mee bezig bent? Zou je dat toepassen? Nee. Ja, en het zal mogelijk worden, maar ik ben daar niet in geïnteresseerd. Hoe zie jij de toekomst van onze gastronomie? Ja, die zal wel bestaan, maar net als je zegt, je moet heel veel aanpassingen doen. Je ziet op dit moment een trend dat heel veel restaurants nog maar 4 dagen in de week of zo open zijn. Om gewoon het personeel vrij te kunnen geven, maar ook omdat het zo moeilijk is om een continu bedrijf tegenwoordig op te zetten. Ik heb nog 2 vragen, Hans. Ja, nieuwe menukaart. Hoe kijk jij naar een nieuwe menukaart? Hoeveel, als jij, je hebt natuurlijk uiteraard jouw eigen golden dishes, waarvan je zegt, nou, dat altijd gerechten die heel plezierig aankomen bij je. Die regelmatig weer gevraagd worden. Die, precies, die komen dus continu weer terug. Een nieuwe menukaart, ben je daar vaak mee bezig? Of is het gewoon, ik maak weer een nieuw gerechtje, want ik heb iets nieuws bedacht en dat vul ik aan. Kijk, jij hebt natuurlijk geen restaurant. Dus. Ik heb wat gezien, gelezen en dan denk ik, dat is leuk om te gaan proberen. Dan ga ik dat gewoon proberen. Dan probeer ik dat bij een klant binnen te loodsen. Ik moet wel afwachten of dat hij het überhaupt kiest. Hè? Ja. Het is bij een menu restaurant precies hetzelfde. Dan heb je ook een kaart. En ja, het kan zijn dat iedereen hetzelfde gerecht bestelt. Nou, smaken verschillen, dat is... Maar af en toe regelmatig inbrengen van andere dingen, ik vind het leuk. Maar dat geldt ook over nieuwe producten die op de markt komen. Verse producten, niet de halve. Maar ja, dat je kingfish die al in Zeeland gewoon gekweekt werd. Ja, dat is ook leuk om daar dan mee te werken. Ja, en zo innoveer jij dus. Ik ga wel mee. Heb jij als laatste vraag, heb jij nog een tip voor de jonge chef? Tip voor de jonge? Ja, je moet het alleen doen. En dat praat ik ook van hem. Je moet de horeca ingaan alleen doen als je plezier in hebt om mensen te verwennen. Om mensen naar de zin te maken. Als je dat niet kunt, dan moet je er niet aan beginnen. Blijf je dit nog lang doen? Ik denk nog een... Ik ben net 60 geworden. Nou, 6-7 jaar. En dan stoppen we ermee. Totdat we aan onze AOW zitten en dan is het klaar. Ik weet niet hoe dat gaat lopen, maar misschien blijf ik wel voor bepaalde dingetjes. Gewoon als mensen me vragen wel. Maar dat zakt ook op een gegeven moment af. Mijn cliëntel wordt ook ouder. Vult op dit moment wel weer wat aan. Ja, ik denk gewoon, mijn partner ook, die moet ook nog 7 jaar. En dan is het goed genoeg. En dan, als mensen jou nou willen vinden, waar moeten ze dan zoeken? Dat is heel makkelijk. Vertel. Mijn naam is Hans van Mierlo. Tik Hans van Mierlo in. Personal chef of kok aan huis. En ik pop vast wel op. Nou, Hans, ik vond het een leuk gesprek. Ik hoop dat jij het ook leuk vond. Leuk om te Ik wil jou bedanken voor je tijd.
en voor het leuke gesprek wat we hebben gehad. En daarmee wil ik onze podcast afsluiten. En we gaan zo even lekker eten. Dat lijkt me een heel leuk idee. Oké. Dankjewel.